Universiteit van Nederland. Even eerlijk, ben jij een van die 15 miljoen volwassen Nederlanders die wel eens naar foto's of filmpjes kijkt waarin mensen, ja, zeg maar, het doen met elkaar of met een heleboel mensen tegelijk of alleen? Porno dus. Wel, niet? Hoe dan ook, de wetenschap wil er van alles over weten, want waarom kiezen we bijvoorbeeld juist voor filmpjes van een blond, stout schoolmeisje of een donkere man met een enorme piemel? Vinden we dat echt zo geil, zo opwindend, of is er iets anders aan de hand? Cultuursocioloog Samira van Bohemen van de Erasmus Universiteit ging dat onderzoeken op Lowlands. Met speciale pornfashions biechthokjes, vol rode oortjes. Ze vroeg haar proefpersonen, wat is jouw favoriete pornogenre? Maar dat vinden we toch wel een beetje een spannende vraag. Ja, dat hou ik wel liever voor mezelf, maar ik heb er wel een beeld van, ja. Ik heb porno gekeken voor de Erasmus Universiteit. Toch een beetje ongemakkelijk, hè? Ja. Zeker een man met een microfoon, zeg maar. Ja, deel je niet zomaar. Het interessante aan porno is dat mensen vaak denken dat het heel persoonlijk is. Hè? Dus dat zij echt een hele persoonlijke keuze maken over wat zij aantrekkelijk vinden. Maar dat daar dus hele duidelijke sociale patronen in te vinden zijn. Dus dat bepaalde groepen mensen die bepaalde sociale achtergrondkenmerken met elkaar delen, eigenlijk dezelfde soort porno selecteren. Sociale regels of normen beïnvloeden welk filmpje jij aanklikt op sites als Pornhub of YouPorn. Bijvoorbeeld één van die sociale regels. Hoe denken jij en jouw omgeving over man versus vrouw? Of andersom natuurlijk. Als we het hebben over genderstereotypen, dan gaat het over verschillen tussen mannen en vrouwen. Ja, dan heeft natuurlijk de man heeft heel lang een dominante rol gehad binnen de samenleving. Hè? De man als kostwinnaar, diegene die onderdeel mag zijn van het publieke leven. En die dus ook een vrije seksualiteit mag beleven. Waarbij vrouwen veel meer in het huis zijn gehouden voor een hele lange periode. En toch op heel veel vlakken werden neergezet als minder waardig dan de man. En dat zie je hier nog steeds op bepaalde manieren wel terugkomen. Hè? Dus die man die dominant is en die vrouw die toch een meer ondergeschikte rol vaak inneemt. En wat je daarbij vaak ziet is dat vrouwen in pornografie heel vaak worden neergezet als dienstbaar aan de man. En ook als ja, types die eigenlijk overal voor in zijn, overal voor openstaan. Bijvoorbeeld het sletterige schoolmeisje. En mannen worden juist weer vaak neergezet als heel dominant. Hoewel ze, als je bijvoorbeeld kijkt naar titels in porno, bijna niet voorkomen. Mannen worden vaak heel erg gereduceerd in dat soort titels. Maar ook in pornografie zelf tot een penis. Wat daar ook weer interessant aan is, en dat raakt ook weer aan die stereotypen, is dat die penis dan vaak ook weer heel erg groot wordt verbeeld. Hè? Dus dan is het weer, gaat het over een hele grote penis. En dat hangt allemaal weer samen met ja, verschillen die er binnen de samenleving ook worden toegeschreven aan mannen en vrouwen. En ook hoe er wordt gedacht over mannelijke en vrouwelijke seksualiteit. Maar ook, ja, het heeft natuurlijk ook gewoon betrekking op ja, sociale ongelijkheid die er al heel lang bestaat tussen mannen en vrouwen. En wat daar dus heel erg interessant aan is, is dat die ongelijkheid ook onderdeel is geworden van wat wij als mensen ook aantrekkelijk zijn gaan vinden aan de ander. En dat betekent dus ook, omdat het dus zo doorgefilterd is in die zin, in hoe wij denken over anderen, ja, heeft het ook ons gevoelsleven bereikt. In wat we aantrekkelijk vinden, maar ook in waar we fysiek opgewonden van raken. De hele theorie die ik hier ook probeer uit te leggen, is dat wat we aantrekkelijk vinden in porno, dat het dus niet voortkomt uit een natuurlijke kracht. Dat zit niet bij mensen in een biologie. Het zit ook niet in een psychologie. Maar dat is echt omdat ze dat sociaal hebben aangeleerd. En even voor de duidelijkheid, we hebben het in dit onderzoek grotendeels over heteroseksuele porno. Waarin het heel erg gaat over hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan. Maar je vindt in de porno ook andere stereotypes. Bijvoorbeeld over ras en etniciteit. Daar zie je ook heel veel stereotypen van in porno. Een heel belangrijk voorbeeld daarvan is de Big Black Cock, de BBC. Dat heeft een enorme geschiedenis, dat stereotype. Want dat komt echt voort uit ja, het neocoloniale tijd. Eigenlijk toen het kolonialisme werd opgeheven. Het was eigenlijk ook al een onderdeel van het kolonialisme. Waarbij zwarte mensen werden onderdrukt. Toen dat werd opgeheven, creëerde men nog steeds een systeem waarbij zwarte mensen werden neergezet als ondergeschikt en minder waardig. En een van de manieren waarop dat werd gedaan is dat zwarte mannen werden neergezet als gevaarlijk. Met name gevaarlijk voor witte vrouwen, omdat ze een seksualiteit zouden hebben die oncontroleerbaar was. Die ze zelf niet meer in de hand
hadden. Dus zwarte mannen werden ook vaak neergezet, ook als verkrachters. En daarin zie je nog steeds stereotypen ook in porno terugkomen, zoals The Stuck. Ja, dat zijn dan vaak zwarte mannen. Maar ook de BBC, de Big Black Cock, dat is ook nog steeds een stereotype. Ja, die zwarte man die heel anders fysiek gevormd is dan de witte man. En die eigenlijk een oncontroleerbare seksualiteit heeft. We kiezen, als het om porno gaat, voor stereotypes. Voor de clichés. Welke types we kiezen, dat geeft volgens Samira een heel interessant beeld van onze cultuur. En dat is ook het belangrijke van dit onderzoek, ook voor mij als wetenschapper. En ja, datgene wat ik zo interessant vind, is dat we hiermee ook de sociale kant van seks kunnen onderzoeken. En we weten dat seksualiteit is een biopsychosociaal fenomeen. Maar die sociale kant onderzoeken is heel erg lastig. En dat doen we in feite met dit onderzoek, omdat die stereotypen eigenlijk uitvergrotingen zijn van datgene wat we in ons dagelijks leven denken, vinden, doen. En dan niet zo groot als met die stereotypen, maar die zijn daar wel onderdeel van. Dus die zijn reflecties en uitvergrotingen van onze cultuur. Een goed voorbeeld wat het zegt over onze cultuur is als we kijken bijvoorbeeld naar het sletterige schoolmeisje. En dan de term sletterig is daarin dan ook net zo belangrijk als het schoolmeisje, namelijk het kleine en het onderdanige. Maar gewoon het feit dat vrouwen bijvoorbeeld seks willen hebben, wordt in pornografie nog steeds vaak verbeeld als sletterig voor vrouwen, terwijl dat voor mannen niet gebeurt. Ja, nog steeds over mannen wordt gedacht, nou ja, als die veel seks hebben met veel vrouwen, ach ja, het is gewoon een man, hè. Maar als een vrouw dat dan doet, ja, dat vinden we dan toch minder oké. En dat zegt nog steeds iets over man-vrouw verhoudingen nu in Nederland, die wij in onze cultuur toch hebben en blijven herhalen. Dus, en dat is ook heel lastig om dat te veranderen. Een van de redenen waarom dat zo lastig is, wij zijn niet altijd even bewust bezig met waar onze seksuele voorkeuren precies vandaan komen. En dat komt omdat je huidige waarden die je nu hebt, bijvoorbeeld waarden als het gaat over man-vrouw verhoudingen en of dat die gelijk moeten zijn, niet meteen overeen hoeven te komen met datgene wat je van jongs af aan al hebt geleerd over mannen en vrouwen en wat mannen en vrouwen aantrekkelijk maakt en wat hun verhouding hoort te zijn. En de theorie die ik onderzoek, dat is eigenlijk gaat het over het achterhalen van wat sociologen de habitus noemen. En de habitus, dat is een gewoonte. Dus mensen die hebben bepaalde gewoontes zichzelf aangeleerd, of ze krijgen bepaalde gewoontes aangeleerd door hun familie, door de school, door de media. En hoe langer jij iets aangeleerd krijgt, hoe meer dat een automatisme wordt. En dat wordt een automatisme in je hoofd en dat wordt een automatisme in je lijf. En die automatismes, dat is dus die habitus. En die krijg je eigenlijk alleen maar vanuit een lange periode. En dat kan dus zomaar zijn, dus dat jij een automatisme hebt gecreëerd. Hè, dus dat je je snel ook bijvoorbeeld voelt aangetrokken tot iets, zonder dat je dat misschien per se ook wil. Dus dat is onderdeel ook van het onderzoek. Van ja, misschien heb jij wel bepaalde ideeën over man-vrouw verhoudingen. En dat correspondeert dan niet per se met wat jouw lichaam aantrekkelijk vindt, omdat jij misschien van oudsher, hè, van je opvoeding uit, iets anders hebt geleerd dan wat je nu vindt. De reden dat Samira op Lowland staat om meer data te verzamelen over onze voorkeuren is opvallend genoeg dat ze tot nu toe nauwelijks mannen kon vinden voor haar onderzoek. Dit soort onderzoek, op het moment dat je dat in een lab gaat doen aan een universiteit en je moet mensen naar je lab halen, dan krijg je er echt wel mensen voor, maar die hebben vaak ook weer iets met elkaar gemeen. Namelijk dat het allemaal vrouwen zijn van ergens tussen de 20 en de 40 die het vaak heel erg leuk vinden om aan dit soort onderzoek mee te doen. Maar je krijgt verrassend weinig mannen. Je moet echt heel erg je best doen om mannen te interesseren voor dit soort onderzoek. Terwijl ik toch eigenlijk wel met zekerheid durf te zeggen dat je mannen niet, dat je hoeft normaal niet je best te doen om mannen te interesseren in porno. Dus ja, als je dan inderdaad naar de mensen toekomt, dan krijg je zowel mannen als vrouwen die willen deelnemen aan het onderzoek. Dus dat gaat nu wel goed. Festivalbezoekers namen anoniem plaats in een biechthokje voor een porn fashion. Eerst nog even door het rode gordijntje en dan kom je in de lobby. Dat hebben we behangen met bordeelbehang. En daar hebben we allerlei posters opgehangen van pornofilms die vroeger in de bioscoop werden vertoond. Dus hier achter me hebben we Deep Throat hangen. En dan zie je eigenlijk als eerste aan de linkerkant zie je onze porn fashions booths. Dus dat zijn echt onze biechthokjes waar mensen tegen een anonieme pornopriester kunnen biechten over wat ze aantrekkelijk vinden in porno en wat voor soort porno ze aantrekkelijk vinden. En Universiteit van Nederland verslaggever Tuur stond ongeduldig te wachten bij die biechtstoel.
met de prangende vraag, hoe was het? Ja, was grappig. Vertel, wat heb je gedaan? Je moest dingen indelen, zeg maar, op wat je wel leuk vindt, wat je niet leuk vindt. Wat vond je het minst leuke? Oh, van die dominante dingen, daar ben ik niet zo in toe. Dus nee, dat is niet mijn ding. Het leukste? Dat weet ik niet meer, joh. Het is een beetje overkill, want er is zoveel, hè, in die wereld. Dus, Nou, we moesten natuurlijk zo'n enquête aanvullen in het begin. En er stonden best wel veel vragen in over je gedachtes over genderrollen. En over bepaalde dingen die mannen en vrouwen wel zouden moeten kunnen doen. Of hoe ze wel en niet zijn van nature. En ik beschouw mezelf absoluut als een feminist en iemand die zich daar niet te veel aan houdt. En toen ging ik die porno-videotitels ranken. En toen viel me op dat ik eigenlijk in porno toch best een traditioneel idee aanhoud van hoe mannen en vrouwen zich moeten gedragen. Ik denk dat ik daar toch nog niet echt zo bij heb stilgestaan als nu. Hoe stevig we vastgeroest zitten in onze pornovoorkeuren, dat moet het onderzoek van Samira nog uitwijzen. Maar nog één vraag. De stereotypes die we aantrekkelijk lijken te vinden, zijn soms behoorlijk seksistisch, racistisch. Waarom blijven ze maar terugkeren in de porno? Ik vind het ook belangrijk dat mensen ook weten dat er ook een functie kan zijn aan die stereotypen in het bewerkstelligen van opwinding. Wat porno eigenlijk doet, is ze willen mensen eigenlijk zo snel mogelijk naar een seksueel hoogtepunt brengen. En een van de dingen die daar heel erg slecht voor werkt, is op het moment dat mensen echt moeten nadenken als ze zo'n video kijken. Dus die porno is eigenlijk gebaseerd op hele versimpelde verhaallijnen die mensen snel herkennen. Dus die stereotypen die zorgen er eigenlijk voor dat je iets snel herkent van dat is aantrekkelijk of dat is geil, want dat hebben mensen nog zo geleerd. Zonder dat je daar nog bij gaat nadenken. En dat is eigenlijk de functie van stereotypen binnen pornografie. Dankjewel Samira en iedereen die op Lowlands op de Porn Fashions biechtstoel durfde te zitten. Wij zijn er snel weer met een nieuwe podcast. Tot de volgende!